Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van mijn Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold serie. En ik ben het even helemaal zat met Minecraft en Hunger Games en al dat soort bullshit. Dus ik heb besloten, weet je wat, ik ga gewoon eens een paar episodes van mijn Road to Gold opnemen, zodat ik die lekker kan uploaden en dat jullie lekkere Road to Gold episodes hebben. Dus ja, eens even kijken, goed, wel, Great Class... Road to Gold. Ja, oké. Ik ga even wat veranderingen aan de klas doen. Want... Oh, Fastmax. Wat is dit dan? Dat doet verder niks. Ik doe de Reflex Sight op. Die BR, die gooi ik weg. Want die heeft gewoon geen zin. Want wel, ik ga gewoon alleen met deze spelen. Dus ja. Goed, wel. Even kijken. Toughness, Fast Hands. Dat heb ik allemaal wel nodig. Ik wou er eigenlijk nog Hardline op zetten, maar... Ja, dit heb ik wel nodig. Move faster. Take no damage when falling. Ja, dat is mijn deur. Mijn excuus. Ik weet niet of jullie dat horen, maar... Spijt me. Goed, wel. Weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon een potje zoeken en... Kill Confirmed. Laten we gewoon eens Kill Confirmed doen. Eens even kijken. Jullie vonden dit deel 1 hartstikke leuk allemaal. Daar ben ik gewoon echt wel blij mee dat jullie dat leuk vonden. En ik ben niet aan het uploaden, dus ik zal geen gezeik hebben. Oh mijn god, ik speel wel tegen een beetje een boss team. Nou goed, we gaan gewoon één potje spelen. Twee potjes alleen omdat we waren aan het begin van de serie. Misschien heb je episode 10 en episode 20 enzovoort. Gaan we het misschien wel doen. Dus eens even kijken. Wat moet ik allemaal halen? Moet ik ook headshots halen op een ding of wat? Even kijken, ik heb een camo unlocked. Ik ga ze niet plaatsen, ik vind de camo's niet mooi. Even kijken, 50 kills, 75 kills, 100 kills, 150. Oké, ik moet eerst 250 kills maken, oké. Wel, ik heb nog maar 205 kills te gaan. Dat wordt leuk. Oh, Mirage. Oh, nou ja, ik heb wel range op de gun, dus... Moet goed kunnen uitpakken. En ja, ik ga gewoon niet switchen, tenzij het natuurlijk echt gewoon een kutmap is. Maar ik vind het altijd leuk om op Mirage te spelen. Dus we gaan het gewoon doen. Ik probeer altijd wel op zoveel mogelijk mappen te spelen. Ik ga niet proberen om op één en dezelfde map te spelen. Ik wil proberen om wat wisseling in de map te hebben natuurlijk. Ik vind wel fijn dat ik nou gewoon even wat anders kan opnemen dan alleen maar... computer shit. Dus ja, wel fijn natuurlijk dat je gewoon afwisseling hebt. Ik krijg een beetje vierkante ogen erachter de computer. Ja, mijn skillstreak is even daar wat anders. Ik speel Lightning Strike, AGR, Stealth Chopper. Ik zal het niet gaan halen, maar ik wil gewoon eens kijken hoe ver ik kom. Oké, wel. We gaan hier langs, want wel, ik weet niet waarom, maar we gaan hier langs. Dus ja, omdat het kan, jongen. Yeah, boy. Ik word toch wel doodgesnapt. Yo! Oké, moet je ze zien daarboven? Oh, wat een mooie kampeerplek, jongens. Hoeveel kost het de staalplaatsen daar? Ik zou graag even willen weten, want dan ga ik daar lekker op zomervakantie heen. Zou wel gewoon echt mastig zijn als ik daar gewoon ook kon staan, jongen. Dan neem ik mijn mooie sniper mee. Oh, jongen, dat wordt gewoon geweldig. Mijn nieuwe tent heb ik onlangs nieuw gekocht. Speciaal voor Call of Duty kamperen. Ja, jongen, dat ga ik gewoon doen. Weet ik gewoon gaan doen. Ik ga hier gewoon naar boven toe. Oké, jij bent al dood. Waar is iedereen? YOLO Polo Cats. Ik kan geen gastjes vinden. Ja, zo. Wat dan natuurlijk ook een Road to Gold serie natuurlijk. Dat is logisch. Oh, hier zitten ze nou. Ze zijn bij wat aangespannen of zo. Wat? Ik had hem niet. Whatever, prima. I will roll with that. Au, ja. Failure. Het was niet handig dat ik kill confirm doe, want ik kan de kills meestal niet confirmen. Dat is wel kut, nou ja. Je moet alles uitproberen. En ja, mijn excuus, boyo. En mijn excuus, jongens, dat in de vorige aflevering mijn audio enorm verkrekt was. Dat kwam door mijn, mic, zeg maar. Want dat was gewoon ook gehandicapt. Oh, ik kon net de trekker niet overhalen als was die mogel zo dood geweest. Oh, kom je maar eens even hier, Beckhams. Ik mis wel mijn stungranaten. Oh, chill. Nu ik op 4 bars speel, jongen, ben ik best wel lauw met die gun. Oké, dat slaat dus weer nergens op. En net als ik dat zeg, dan ga ik gewoon schil doen. What the fuck? What the fuck, dude? Die is niet leuk, dude. Headshot in uw face, meneer. Gaan we gewoon even in de game spelen in plaats van gekampeerd de hele dag. Ja, een beetje faal van mij natuurlijk. Het is, ja... Ik ga best wel redelijk. Ik sta nog niet positief, maar whatever. We gaan gewoon de games spelen, wou ik zeggen. Maar ja. Een diamantenlaw. Wauw, kijk dat het kunstwerk. Een diamantenlaw. Daar heb je gewoon echt een skill van nodig. Kijk, zoiets lijkt mij ook wel leuk. Right.
Zo is het lijkt me ook wel leuk om in de volgende Road to Gold serie te doen. Gewoon van die lauwe wapens, krasbogen, dat soort shit. Maar ja, volgende Road to Gold serie mogen jullie denk ik wel kiezen. Want dan ga ik jullie gewoon aan wat durfwapens laten kiezen. Allemaal secondaries, dat soort shit. Yeah, Siberian Camo. Dat is nice. Mijn doel wordt ook om gewoon in iedere aflevering gewoon wat te unlocken. Zal niet altijd lukken, maar ik ga het proberen. Je kunt altijd het proberen, hè, of niet? Ah, fuckzooi. Fuckzooi. En mijn planning is gewoon om nu 3 potjes op te nemen. Gewoon omdat het kan en gewoon omdat het gewoon lekker makkelijk is en lekker snel is. Dus ja. Hey, jij emu! Ah, jij emu pik, echt waar. Even kijken, ik kijk nu naar mijn bandycam en ik zie dat de audio gewoon goed is. Dus ik hoef niet weer opnieuw te synken en alles. Dus ja. Daar is altijd na, is de echo een stealth chopper. Jee, en ik voel er ook heen. Hey, dood. Ik wil ook zo'n helikopter, kan dat? Wauw. Mag ik ook een helikopter, jongens? Mag dat? Please. Ho! Nee, had ik nou mijn BR, maar wat faal jij? Oh my god, die kerel is echt te veel, ja. Ja, oh, damn, als ik nou maar niet had gaan reloaden, jezus. Ik moet leren dat ik niet hoef te reloaden bij die shotgun, want... Voordat ik hoef te reloaden ben ik toch dood, dus wat dat betreft. Waar loop ik in Jezus naam heen, oké. Okay. Oh, wat een range. Wauw, skills weg dat gewoon. Auw. We gaan wel verliezen, dik, maar oké, dan spelen we het volgende partje gewoon weer Domination ofzo. Of Team Deathmatch, weet ik het. Ik denk gewoon Team Deathmatch ofzo, of Domination. Ik denk Team Deathmatch voor de verandering. Huh. Oké, I'm going in. Ja. Double kill. Double the double kill. Wow, holy shit man. Nee, de reload. Oh. Ik ging nice. Zag je dat? Ja, yeah, triple. Een triple de trip. Wat? Nee, er is nog maar 1 move. Dat ding is toch dood, dus. Wat? Wat doen ze hier nou dan? Wat is dit nou? Bij onze spawn. Wauw, kerel. Skills. Dat vergt skills. Dat vergt gewoon echt skills om gewoon zo gehandicapt te spelen. En net als ik dat zei. Wauw, door dat kleine. Wauw. Skills. Waar zal ik heen gaan? Ja, ik ga gewoon hierheen. YOLO. Als ik hem uit de lucht had geknald, was wel mooi geweest. De motherfucker. Jij fucking. Godverdomme. De kutzak. Zo, mijn doktrak. Hey. Ja, oké. Weer van rechts. Oké, ik ga er gewoon niet meer langs. Fuck it. Wat een throwing skills, dude. Op de fucking... Wauw. Op de motherfucking auto. Geweldig. Dude. Opdonderen met het geld. Opdonderen, goed zo. Prachtig. Dat soort dingen in Black Ops 2. Dat is echt, dat moet echt gewoon blijven, die dingen. In de nieuwe Ghost. Ah. Dit ding, dat duurt gewoon, kijk. En dan... En dat duurt gewoon een half uur. Wel, die kerel is dood. Naar rechts proeven in. Dat zou je waarschijnlijk wel. Jij ruimt daar op. Hey, je emu. Ja, yeah, oh, ik dacht even, als ik dat faal, hè. Een ambush, dan ben ik echt gewoon een lul, echt waar. Eerste klas. Die hoorde ik te raken, maar nee. Greek strip, maar we niet, waarloos kut game. Ik moet er echt niet langs, dus ik ga gewoon hier naar binnen. Laten we dat maar doen. Een stuk verstandiger. Ah, met de light machine gun. De noob. De noob gaat ergens anders lopen spelen met die grote rammelaar van je, echt waar. Ja, ik zie jou daar wel binnen. Wat denk je dan? Ik jou niet Shida of zo? Denk je dat? Gewoon denk je dat of zo? Denk je dat? Je noob. Of au, verdamme. T-back, wou ik hebben. Ik zei noob. Wauw. Hé, wat is dat nou weer dan? Wauw, met de MP7 nog wel, hè? Kom naar boven. Ik zweer. Emu. Nou, spannen ze hier. Of niet? Nee, ze spannen bij B.
Even kijken, ja, dat zijn de A, B en C. Dat zijn de plekken waar de vlaggen op staan. Dat zijn de spawns namelijk. Daarom speel ik ook meestal Domination. Oh, begon, dat wordt die hartstikke... Jij noob! Kom hier! I'm gonna own you! I'm gonna own you! Waar ben je? I'm gonna... Ja! Ja, hè? Ja, je moeder. Ja, je oma. En je vader. En je tante. En je nicht. En je nichtje. Wat is dat nou? Waarom... Wow, game. Ik knifte niet eens. Geweldig. Wat de skills. Oh, godverdomme. Dit is echt gewoon... Hey, dood. Godsgeklaagd dit. Ik ga er gewoon heen. Ik ga mijn wraak pakken. GG. GG. Wow, defeated. Hoeveel sta ik? 13 op. Nou, dat is... Dat is gewoon goed. Dat is gewoon pro. 13 op 25. Skills, dude. Pew, 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 pew. Geweldige final kill met je episode en silencer en grip. En wat heb je er allemaal op zitten, mongoltje? Oh my god. Moet je, kijken ook wat... Moet je ook eens kijken waar ik tegen speel. Wauw, gewoon. Nou, Siberian Cam Mode is iets in ieder geval. Maar goed, jongens, weet je wat? Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter, abonneer. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Dus ja, later mensen.